Martin, nou is de pensioenspot, de 1500 miljard, 1800 miljard hoor je, gigantisch veel. Die is in 10 jaar tijd gewoon verdubbeld. Maar de indexatie is gewoon niet gebeurd. Ja. Hoe valt dat nog te verantwoorden eigenlijk? Nou, dat is ook niet uit te leggen. Dat heeft met allerlei afspraken en regels te maken die er zijn. Maar de rendementen zijn de afgelopen 15 jaar gemiddeld 7% geweest. De pot is inderdaad verdrievoudigd. Maar er is helemaal niet geïndexeerd. Waardoor de indexatieachterstand zo groot is. Wat met de discussie over de pensioenen nu aan de hand is, eigenlijk mensen haten onzekerheid. En dit stelsel biedt die zekerheid en kan ook indexeren als er goede rendementen worden gemaakt. Niemand begrijpt ook waarom we dit stelsel gaan veranderen. Voor welk probleem is dat stelsel eigenlijk de oplossing? De ellende is dat dat ooit in 17 is afgesproken als een D66 speerpunt. En nu hebben we de situatie, ik merk dat in de Eerste Kamer, want nu ligt het bij ons op tafel. Ik ben honderden vragen aan het voorbereiden, het schiet al aardig op. Je merkt in de Eerste Kamer ook bij de coalitie, met name bij VVD en CDA, die eigenlijk zeggen, wij snappen eigenlijk wel dat het helemaal niet nodig is, want die rekenrente is nu ook boven die 2% van jou, dus niks aan de hand. Maar ja, we hebben ooit daarvoor getekend en we kunnen die handtekening niet loslaten. Dat hoor je ook bij de PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer. Die konden ook eigenlijk alleen nog maar ja zeggen, omdat ze 3 jaar daarvoor in een andere wereld ja hadden gezegd. Dat is natuurlijk ook een punt. Die wet is 1 jaar geleden ingediend. Het pensioenakkoord is van 3 jaar geleden. De wereld is totaal veranderd. De inflatie gaat door het dak. De rente gaat door het dak. De koopkracht dondert in elkaar. En wat doen wij? Wij gaan het enige stelsel wat ouderen naast de AOW nog een redelijk, althans een stukje fatsoenlijk basispensioen geeft, dat gaan we onzeker maken. En dat moet stoppen. En ik hoop dat in de Eerste Kamer het verstand nog boven water komt, dat men kijkt naar de kwaliteit van de wet en de uitvoerbaarheid. En ik ga en blijf zeggen, niet doen. En het ergste is, als die wet aangenomen zou worden, is er geen weg terug. Dan krijg je alleen maar parlementaire enquête waar je vervolgens helemaal niks aan hebt. Dat is napraten. We moeten voorkomen dat die wet in het Staatsblad komt. En daar zal ik voor blijven vechten voor de verkiezingen. In de huidige Senaat en vooral ook in de nieuwe Senaat. En daarom roep ik iedereen op in de provincie om op 50PLUS te stemmen. Des te meer zetels in de Eerste Kamer. En des te zekerder kunnen wij vechten voor de kansen die we hebben om het tegen te houden. Ik ben ervan overtuigd dat het nageslacht, dat het drama van de pensioenen veel groter is dan dat van de toeslagen. Dat is klein bier vergelijkt wat er nu gaat. Het gaat om veel meer geld natuurlijk. Hè? Hier gaat, maar daar hebben wij niets meer aan. De huidige pensioengerechtigden niet. En misschien ook een heleboel pensioendeelnemers niet. Ja. Het is echt een groot drama. Ja, Herman, leeft dit in Friesland? Ja, nou kijk, ik wil dat pleidooi van Martin van harte ondersteunen, maar ook aanvullen. We moeten gewoon de zeggenschap terugbrengen naar de mensen waar het geld van is. Op dit moment is het juridisch zo dat de stichtingsbesturen zijn de eigenaren van de pensioengelden die bij elkaar gespaard zijn en waar rendement op gehaald wordt. En dat doen de pensioenfondsbestuurders eigenlijk wel goed. Nou, ik pleit ervoor dat wij de stichtingsvorm voor pensioenfondsen, dat we dat omzetten naar een coöperatieve vereniging. En dan is de ledenvergadering daar wordt verantwoording afgelegd door het pensioenfondsbestuur. En niet meer aan de Nederlandse Bank. Wij moeten gewoon terug naar de echte eigenaren en die ook echt eigenaar maken. Ja, maar dan zou dat alsnog met een nieuw pensioenstelsel mee kunnen gaan, jouw plan. Wat is daar dan het voordeel van? Daar verschillen we dan duidelijk over van mening. Want ik zie daar een hele grote bedreiging in. Deze wet toekomstpensioenen, dat is feitelijk een transitiewet. En die maakt van ons pensioen een lijfrenteverzekering. Dan ga je in stap 2 over 4 of 5 jaar geen parlementaire enquête organiseren. Wel nee, dan gaan we zeggen van, joh, de oplossing is, we maken van die pensioenfondsen allemaal verzekeraars. En nog weer 5 jaar later, dan zijn we in handen van een Amerikaanse bank of van een Indiaanse bank of van een Pakistanse bank. En god maar weet wie, dan gaat het rendement van de pensioenvermogens gaat naar de aandeelhouders. Ik begin een beetje een raar smaakje te krijgen van hetgene wat jij zegt. Dat ziet er allemaal niet zo lekker positief uit. Is dit dan gewoon eigenlijk een verkapt inkomensmodel voor de verzekeraars? Als ik je ziet hier een privatisering van pensioenstelsel. Met winstoogmerk. Dus die zitten daar al handen vrij van te wachten tot de wet wordt aangenomen. Want dan, zij zijn de enigen die daar echt heel veel beter van worden. Plus alle, nou, ons leger in dit land van adviseurs.
Ja, maar dan maak ik mij wel ernstige zorgen als ik naar het filmpje kijk van die mensen op straat, dat ze bij God niet weten wat er boven hun hoofd hangt. Nou, ja. Hoe krijgen we dat de wereld in, Martin? Dat filmpje kwam bij mij iets anders over. De mensen zijn eigenlijk heel tevreden. Over hoe het nu met het huidige stelsel. En die willen, die hoeven niet te weten wat er eigenlijk op hun afkomt als dat stelsel niet doorgaat. We moeten ze wel vertellen hoe vreselijk het is als het wel doorgaat. Maar dit filmpje toont perfect aan, er is niets aan de hand. Alleen de rekenregels van de Nederlandse Bank en de politiek van D66 voorop, het regeerakkoord van 2017, hebben ervoor gezorgd dat de bevolking wijs is gemaakt dat het stelsel onhoudbaar is. Ik herinner me dat Klaas Knot dat heel lang heeft gezegd. Ik hoor hem trouwens nu al een hele tijd niet meer. Elsinga trouwens ook niet. Die riepen dat het stelsel onhoudbaar was. En nu de buit bijna binnen is, zijn ze dus muisstil. Maar ik zal ze wakker maken en gaan zeggen, kijk naar de Eerste Kamer, naar het vuurwerk wat daar gaat komen om dit stelsel te behouden. En Klaas, hou je mond verder. Ze denken natuurlijk van, als je geschoren wordt, moet je heel stil zitten. Exact, dat is wat ze denken. Maar de paniek in de coalitie is natuurlijk vrij groot, omdat ze weten dat in de Eerste Kamer kritisch wordt gekeken naar de kwaliteit en de uitvoerbaarheid. Maar wat denk ik het grootste zwaard van Damocles is, dat uiteindelijk de rechter in Nederland en de rechter in Luxemburg, het Hof van Luxemburg, Hof van Justitie, die hebben het laatste woord. En we hebben bij box 3 gezien dat in Hoge Raad uiteindelijk, na lang aarzelen wel, heeft gezegd, zo kan het niet langer. Dit is aantasting van het eigendomsrecht. En dat wordt ook mijn grote speerpunt in het debat. Dit is onteigening en dat moet van tafel. En het bezwaarrecht moet terugkomen. Maar realistisch gezien, valt dat nog tegen te houden? Het is gewoon een arbeidsvoorwaarde. Het is in de CEO is het vastgelegd. Het is gewoon puur een arbeid. Net als, we gebruiken de term uitgesteld loon, net als vakantiegeld. Alleen zit er nu een risicodeling en een verplichte deelneming aan. Dat is dan enig verschil. Maar dan heb ik een vraag aan u. Want de bonden hebben ons, als het over dit stelsel gaat, toch behoorlijk in de steek gelaten. Ik zal u zeggen, ik was natuurlijk bij als ledenparlementariër in 2019 in Apeldoorn. Bij de FNV. Bij de FNV, ja. Het ledenparlement van de FNV. Dat is het hoogste orgaan van de FNV trouwens. En ook in 2020 in Bunnik ben ik erbij geweest. In Apeldoorn was het zo dat er eigenlijk chantage werd gepleegd, overigens ook in Bunnik, door de voorzitter, toenmalige voorzitter, Han Buske. Want die zei namelijk dat als het niet werd aangenomen, dus dat, wat nu wet toekomstpensioen is, dan zou hij aftreden. En in die tijd bestond onterecht, overigens, de waan bij de ledenparlementariërs, dat zij dan ook ontbonden werden. Dus dat is een baantje als ledenparlementariër. Dat is echt waar. Dat was niet terecht, want het stond niet in de statuten, maar het werd ons wel wijsgemaakt in die tijd. En het tweede was dat in 2019, dat de leden, ik heb het niet over het ledenparlement zelf, maar de leden van de FNV, dus een miljoen leden, toen de tijd nog, die mochten stemmen over het pensioenakkoord, wat er dus in concept lag. En dan zouden ze 2 jaar zou de AOW niet stijgen, de AOW-leeftijd. Dus er werd zo'n vette worst voorgehouden. En die vette worst was er niet meer in 2020. En toen was ook het aantal tegenstemmen in het ledenparlement veel groter. Ik hoorde bij de 40 tegenstemmers van de 104. Dus er is heel veel strijd. En ik ben nu nog actief in de kern. De actiegroep, zeg maar, laat me actiegroep noemen, Red het pensioenstelsel. Met een aantal prominente, mag ik toch wel zeggen, daar wil ik mezelf niet toe rekenen, maar prominente, zoals Jan Ilsink en Huub Esther natuurlijk, die weten echt alles van pensioen. Bijna net zoveel als Martin, bij wijze van spreken, als oude voorzitter van de pensioenkoepel. Maar wij zijn allemaal mordekens tegen en we hebben hele sterke argumenten. Hoeveel support heeft Tuur als FNV-leider nog in zaken dit dossier? Nou ja, vandaag ontbreekt hier natuurlijk een man die hier al geweest zou zijn. Die is gerooieerd omdat hij als voorzitter van de sector senioren. Ja, dat is ons 50-plus-lid Jan de Jong. Op een schandalige manier is hij behandeld. En ik wil hier ook wel zeggen dat ik kort daarna met de actiegroep die ik net noemde, die overigens dus dat, buiten het FNV om is, dat was de vroegere campagneteam pensioenen notabene, die mensen. Maar die werden steeds meer geboycott omdat ze tegen het pensioenakkoord waren. Dat ik toen daar was, en ik zat ook in de facet, natuurlijk voor mijn eigen soort thuiswedstrijd. Toen kwam hij ons allemaal een hand geven. Ik heb mijn hand geweigerd aan Tuur met het argument dat ik dus loyaal wilde zijn aan Jan de Jong. Nou, oké. Jammer dat Jan hier inderdaad niet is als oud-voorzitter, FNV senior. Nou, we hebben wel een aantal opnames van de Jong, dus die zullen wij ook gaan tonen. Maar ik heb er nog wel even een toevoeging op, als het mag. Kijk, ik ben onder het bestaande pensioenstelsel ben ik met pensioen geraakt. En
daar is een regeling dat als je uitgesteld loon bij elkaar spaart, dan heb je dan bouw je feitelijk een soort, dan word je schuldeiser voor je pensioenfonds. Want het is jouw geld wat ze in beheer hebben. En omgekeerd wordt het pensioenfonds een schuldenaar naar jou toe. En daar hebben we het pensioenreglement voor, het huidige geldende pensioenreglement, om dat tot uitbetaling te laten komen. Dat is gewoon een uitbetalingsregeling, als je het zo bekijkt. Nou, op het moment dat je nu in die wet toekomstpensioenen de spelregels verandert, dan zeg ik van ja, wacht eens even, ik ben 39 jaar in het oude systeem ben ik aan het opbouwen geweest. Nu ga je de spelregels veranderen en alle wedstrijden die gespeeld zijn, gaan we ook nog even de uitslag van veranderen naar de nieuwe systematiek toe. En dan denk ik van ja, wacht eens even, zo werkt het hier niet. Maar je hebt geen bezwaarmogelijkheid, toch, Martin? Nee, dat is overigens wel heel dom geweest van het kabinet. Ze zijn natuurlijk bang dat iedereen bezwaar gaat maken. Maar als je dan het bezwaarrecht van artikel 83 uit de wet haalt, geef je aan dat je doodsbang bent dat iedereen bezwaar maakt. Waarmee je ook erkent dat je eigenlijk met iets bezig bent wat totaal geen maatschappelijk draagvlak heeft. En ik roep eigenlijk ook alle kijkers op om op 15 maart niet op GroenLinks en de Partij van de Arbeid te stemmen. Want de enige manier om dat stelsel nieuwe tegen te houden is om de Partij van de Arbeid, met name de Volkspartij van de Arbeiders, de Partij van Drees vroeger. Ja. Ik heb nog meegemaakt dat mijn vader AOW van Drees kreeg, trekken van Drees. Ja. De Partij van de Arbeid met name, die moet zwaar aangepakt worden op de blunder die ze hebben begaan om akkoord te gaan met de pensioenwet in de Tweede Kamer. En dat geldt ook voor GroenLinks en dat bondje. Ik hoop dat ze ook uit elkaar gespeeld worden door de Partij van de Arbeid. Dat wordt nog een heel groot gevecht in de Eerste Kamer. Ik wou het graag met u samenvatten, want ik heel graag naar het volgende onderwerp wat hierop aansluit. Wat is eigenlijk de conclusie van dit gesprek? Wat kan 50PLUS nog doen, buiten dat de mensen op ons moeten gaan stemmen? Maar wat zijn de mogelijkheden nog? Nou, we moeten eigenlijk hopen dat de beslissing in de Eerste Kamer pas valt nadat de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer tot stand is gekomen. En dat die zodanig wordt samengesteld dat er dus meer tegenstemmers als voorstemmers zijn. Daar hopen we eigenlijk op. Ik weet dat Martin ook tijdens de voorlaatste ledenvergadering, dat was in Den Bosch, toen heb je ook voorspeld. Misschien was het wishful thinking, dat maakt ook niet uit, het gunnetje van harte. Maar dat om die reden ook waarschijnlijk niet door zal gaan. Daar hoopte jij op dat moment nog wel op. Maar ja, het kan inmiddels weer veranderd zijn natuurlijk, hè. De voortschrijdende inzet. Nou, de wet wordt in ieder geval, mede dankzij de afspraken die ik uiteindelijk heb kunnen maken, dat er eerst deskundige bijeenkomsten komen. De wet wordt niet behandeld voor de verkiezingen. En als de coalitie een enorme opdonder krijgt, wat iedereen verwacht, misschien maar 25 zetels of nog minder, dan is er zelfs een kans dat met PvdA en GroenLinks niet de meerderheid halen. En dan kan het wel eens zo zijn dat 50PLUS op de wip zit. Als ze er 37 halen en wij er 2 hebben. Maar wat is de PvdA en de GroenLinks dan beloofd door iets of iemand dat ze opeens die ommedraai maken? Dat is een hele goede vraag. Ik weet zeker, en de bewijzen zijn er ook wel, maar ik ga ze hier niet noemen. GroenLinks en Partij van de Arbeid worden royaal beloond met baantjes her en der. Geldt ook voor D66 trouwens. En ga er maar vanuit dat Rutte zich plat belt naar de Eerste Kamer. Mij belt hij niet. Normaal wel eens over gewone goede onderwerpen. Maar mij belt hij nu niet. Maar hij belt, reken maar dat hij de senatoren plat belt om het erdoor te douwen. En mijn advies is aan de senatoren, stem tegen, doe het niet. Oké, ik wou hier graag bij afsluiten. We gaan heel even een korte break maken en dan komen we terug met het volgende onderwerp. En dat is de koppeling van de AOW. Tot zo.